In deze video kijken we naar opdracht 43 uit het boek. En ze vragen ons hier om uh, een sinusformule te maken en een cosinusformule. Laat ik die er even bij pakken. Ze willen hem in deze vorm hebben. En uh, om dat te kunnen doen hebben we een paar dingen nodig. Namelijk uh, de vijf dingen die een uh, sinusoïde onderscheiden de evenwichtstand, de amplitude, de periode en het beginpunt. Die moeten we vinden in deze tekening. Nu de evenwichtstand die vinden we door het maximum te pakken en het minimum en dat te delen door 2. Dus laten we eens even kijken in onze tekening. Wij zien een maximum hier die zit op deze hoogte, dus dat is op uh, 3,5. We hebben ook een minimum, die zit dan hier, dat is op een half. Dus samen is dat 4, 4 gedeeld door 2 is 2. Dus de evenwichtstand, die zit op 2. Dan gaan we voor de amplitude, en de amplitude, die is natuurlijk uh, het maximum, of... Uh, we zeggen het maximum min de evenwichtstand. Of eventueel, of als je dat wil, de evenwichtstand min het minimum. Maar ja, het maximum was 3,5. De evenwichtstand is 2, dus 1,5. We zijn al heel wat. Dan zoeken we de periode. Al deze drie dingen zijn trouwens nog onafhankelijk of het straks een sinus of cosinus wordt. De periode. Laten we die even in het paars kijken. We beginnen in dit geval hier. En dan hebben we één beweging. Die dan hier weer eindigt. En dan kijken we even op de x-as en dat is na pi. Als dat nou niet zo mooi uitkomt, dat je het niet zo makkelijk kan vinden, kan je ook gewoon kijken hoeveel zit er tussen de twee onderste punten. Nou, hoeveel zit hier nu tussen? Ja, want dit is een periode. Je kan ook kijken hoeveel zit er tussen de twee Maximum punten. Dat is ook de periode. Ja, maar ik heb nu in dit geval gekeken naar dit punt en dit punt. En ook daartussen zit dus één periode. De periode is dus pi. Uh, laat ik dat maar niet in die kleur doen. gaan we geel nemen. Periode. Is pi. Alleen dan moeten we wel even denken. Wat moet er dan in die formule staan? Ja, en dat betekent dat in die formule moet dan komen 2pi gedeeld door pi. En dat is 2. En dit is dan de c in de formule. Nu gaan we alleen nog eens even kijken, ja, wat... Uh, dit, dit is trouwens a hè, en dit is b. Dus nu moeten we alleen nog even het beginpunt vinden voor de verschuiving naar links of naar rechts. En dan moeten we denken, nu is het wel belangrijk, de sinus. Ja, bedenk eventjes, in een normale sinus gaan we zo. Dus dat betekent dat ik het punt zoek waar die uh, vanaf de evenwichtsstand omhoog gaat. En dat is in dit geval hier op mijn groene stip. Ja, want vanaf daar kan ik nu een normale sinus gaan tekenen. Ja, dit zou de periode van de sinus zijn. Maar dat beginpunt zit dus nu op, laten we even kijken, hier zo. En dat is een half pi. Dus het beginpunt dat zit nu op een half pi,2. Nu, die 2 dat wisten we al, want dat was de evenwichtstand. En die half pi, dat is dus de verschuiving naar rechts in dit geval. Dus kunnen we nu zeggen, d is min een half pi. Dat betekent dus dat de formule nu wordt, i is a, dus 2, plus anderhalf sinus, haakje openen, 2 haakje x min een half pi, haakje sluiten en nog raaks natuurlijk. Nu als we dan verder gaan, dan vragen ze bij B om nu precies hetzelfde te doen, maar nu een cosinus ervan te maken. En als we er een cosinus van willen maken, dan is E A en P die zijn precies hetzelfde. E is dus nog steeds 2, A is nog steeds 1,5. De periode is nog steeds dus oftewel de, de periode, sorry, even netjes opschrijven. De periode is pi, dus c is 2. Het enige andere is nu het beginpunt. Want laten we weer even nadenken. Een normale cosinus, die ziet er zo uit. Dus wij zoeken wanneer die op zijn top zit. Daar zit het beginpunt nu. Dus het beginpunt, laat ik die uh, paars maken. Die zit nu hierboven. Laten we dan ook even kijken waar die zit. He, die zit precies op de helft tussen een half pi en een pi. Dus die zit op 3 vierde pi. Uh, Niet p, pi. Nou ja, pi. Oftewel, het beginpunt. Die zit dus. Op 3 vierde pi, in dit geval 3,5. En dat betekent dat d is dus nu min 3 vierde pi in de formule. Nou, dan gaan we kijken. Wat kunnen we daar dan van maken? De formule blijft dus zo goed als hetzelfde. Laat ik die even geel maken. Het is nu i is 2 plus 1,5. Cosinus, haakje openen, 2, haakje openen, x, en dan nu min 3 vierde pi. Twee keer haakje sluiten.